Hey jongens, welkom bij de start van seizoen 3 van onze Pro Cyclist Carrier met Filo Drivers. En we zijn halfweg niveau 17, we zitten bij ons nieuwe team BMC. Jammer dat ze nog altijd er valse truitjes zitten, ik dacht dat ze misschien al eens van sponsor zouden zijn veranderd. Maar dat is dus niet waar. Um, ik heb al eens geprobeerd om het klein stukje van deze aflevering te doen, maar er was een probleem met de file waardoor dat het niet is doorgegaan. Uh, heel jammer, maar nu beginnen we gewoon terug opnieuw. Alleen zitten we al in een koers te rijden in januari, de allereerste koers uh, van het seizoen. En dat is al direct een CWT tour voor ons. Uh, dus ik wil daar al proberen om een top 5 plaats te rijden of al uh, een etappezegen te winnen. Of om de Witte Trui te winnen. Maar dat is uh, voorlopig nog niet gelukt. Er zijn nog twee races te gaan. Dus uh, het is altijd nog mogelijk. En uh, als we nu het team eens gaan bekijken, hebben we echt een heel goed team. We gaan ze op uh, specialisten ordenen. En dan zullen we zo eens overlopen. Oké, okay, dus we hebben uh, Michael Scharr is een van de goede rijders. Ik ga alleen de goede rijders overlopen. We hebben Greg van Avermaat. We hebben Fabian Cancellara. We hebben Jan Bakelans. We hebben Jelle van Endert. We hebben Albassini. We hebben Oscar Gato. We hebben de kampioen Roy Jans. Uh, Christophe van de Wallen, Taylor Finney, Jack Bowbridge. Uh, wie hebben we dan nog? Dan moeten we eventjes verder gaan. Marshall Weiss, Vincenzo Nibali, die zit ook in ons team. Dan hebben wij onszelf en Matthew Bush. Dus het uh, team staat zeer mooi. Goede helpers, zeker Jan Bakela en Sjelle van Endert, uh, gaan ons goed kunnen helpen. Nibali moet mij ook helpen, natuurlijk. <laughs> nee, ik denk dat uh, ze eerder Nibali zullen helpen dan ons. Dus uh, nu kunnen we gewoon direct verder gaan in de Santos Tour Down Under. En ik ga gewoon uh, de rit simuleren. <coughs> uh, we komen op een 29e plaats uit. Zo staan we 36e in het algemene klassement. En op een 9e plaats in het jongere klassement. Niet speciaal nog één rit te gaan. En het zal nog niet uh, voor nu zijn voor ons team. 83 kilometer gewoon een vlakke etappe. Maar... Uh, Joni voelt zich niet zo goed, dat is niet uh, al te best. En we eindigen hier gewoon op een 36e plaats in het algemene klassement. Op naar de volgende rittecourse. Oké, okay, de ronde van Qatar is de volgende koers op het programma. En ik ga jullie even mijn rooster laten zien. Uh, we mogen meerijden in Tirreno Adriatico. Natuurlijk, BMC is een World Tour Team, dus nu mogen we veel meer CWT Tours meerijden. Dus Tirreno Adriatico, we hebben de Vuelta Cyclista Catalunya. En ik denk dat ik de terreno als training ga gebruiken. Of misschien voor het bergklassement. En dan de Vuelta Ciclista Catalunya kunnen we dan gebruiken. Om misschien toch eindelijk eens die top 5 plaats te pakken. Zodat we in, uh, in mei kunnen starten in de Giro. Want daar moeten we dus nog altijd in de top 5 eindigen. Of win een klassementstruif of een etappe. Dus dat moet echt gebeuren voor de Giro. Dat we daar. Perfect kunnen starten. Maar nu zitten we nog maar in de voorbereiding van het seizoen. Dus Ronde van Qatar komt er nu aan. In de Tour of Qatar is er niets speciaal gebeurd. De zes etappes zitten erop. En eindigen op een 42e plaats. En in het jongere klassement op een 13e plaats. Dus uh, daar blijf het bij. Volgende race is de uh, Volta o Algarve. Dat is een, een rittenkoers van 4 ritten. En dat zal mijn uh, personage veel meer liggen. Etappe 3 van de 5 en er ligt al een klein bergje op het einde, we gaan deze nog simuleren met mannetjes uitstekend in vorm. Zowel cadans als frisheid en vallen. Voilà. Weinige derde in deze rit, tweede wordt Nibali en wij worden derde. Hoe zalig, Tishbenot wint van Ethics Quickstep. En nu naar de voorlaatste rit. Er zit zeker nog een tijdrit en ik weet niet wanneer dat die tijdrit juist gaat vallen. Uh, ik hoop nu. Inderdaad, de tijdrit staat nu op het programma. Kunnen we over Nibali wippen in deze tijdrit? En bam, dat doen we toch wel zeker. Nibali rijdt niet een al te beste tijdrit. Zo staan wij momenteel eerste in het algemene klassement. Woehoe! Zalig met nog één rit te gaan. En het is gewoon een vlakke rit, het is normaal. Mogen wij onze eerste plaats niet meer kwijtspelen in deze koers. En boom! Weinigen eerste in het algemene klassement, eerste in het jongere klassement. Yes, jammer dat het geen CBT-tour is. Maar nog eens die overwinning is heel belangrijk voor mijn renner. En ja, het volgende dat op het programma staat is de ronde van het nieuwsblad. Ik hoop dat ik daar niet val, want het is echt geen rittencoach voor mij. Maar ik kan al die kasseien. Ik kan het gewoon ook rijden simuleren. We zien wel wie dat er wint. En dan staat Tireno Adriatico op het programma. Heel belangrijke koers Eens zien hoe dat die gaat verlopen. Omloop het nieuwsblad is gereden. We zijn 110e geëindigd. We zijn niet gevallen. Dat is het allerbelangrijkste. De winnaar is uh, Luke Rowe, dan uh, Laurence De Vries, Fabian Cancellara wordt derde. En wie is Luke Rowe? KC in 26 jaar. Nog nooit van die jongen gehoord, rijdt ook voor een super onbekend team. Maar je haalt die volgend jaar, maar in jullie team en oh, levelen gebeurt echt goed op dit spel, dat ben ik echt. Dat is wel veel beter dan de vorige pro cycling managers. Maar nu, Tirino Adriatico. Daar gaan we voor het bergklassement. De start van Tireno Adriatico met een tijdrit van 5,4 kilometer bedoel ik. Um, wie gaat er mee voor ons? Alleszins Nibali rijdt niet mee. Cancellara rijdt ook niet mee. Er rijden niet echt veel toppers mee voor ons team in deze Tireno. Dat is uh, goed voor mijn rol in het team. En we pakken een 37e plaats op, uh, met 17 secondes. Alafilip wordt eerste, is nog altijd 24 jaar gaat bij heel veel ritten altijd mijn gedood. verder dat we uh, tegenstander zijn voor de jongere trui. Etappe 5 is de eerste rit die we zelf rijden. Vorm is zeer goed, Cadans is uitstekend, frisheid is uitstekend. Nu ben ik aan het twijfelen, moet ik nu voor die berg trui gaan of moet ik nu toch voor het algemene klassement gaan? Ik kan misschien toch beter voor het algemene klassement rijden, zeker aangezien dat we geen kopman hebben. Dus ik zal wel zien hoe dat de rit verloopt. Al sinds we staan 7 in het jongere klassement en... Let's go. We hebben de twee beklimmingen van de dag al gehad, nu alleen nog de eindbeklimming en er zijn wat verschillende kopgroepjes. Uh, de eerste kopgroep is uh, Jeremy Coppel, Northauk en Arredondo. Dan hebben we iemand erachter, Santora. Dan hebben we nog een groepje die had dan twee minuten voorsprong op het peloton met Koma, Paterski, Niskolic, uh, Calbrelli en Zardini, als ik die nog niet had gehad. En ja. De eerste groep heeft 3 minuten voorsprong. De tweede groep heeft nu nog 1 minuut voorsprong. Dus ze gaan het niet halen met nog 100 kilometer te gaan. Alain Philippe rijdt op koers, uh, op koers. Rijdt op kop van deze rit met 43 seconden voorsprong op mij. Uh, dan heb ik uh, een voorsprong op de rest van het peloton. Dus het gaat waarschijnlijk tussen mij en Alain Philippe misschien gaan voor de eindzege in deze koers. En dat is net jammer dat Ala ook nog voor het jongere klassement meedoet. Maar alleszins, wij komen aan op een tweede plaats, niet slecht. De rest is heel ver achter, dus ik moet eigenlijk alleen nog maar op Ala gaan letten in deze koers. Oké, okay, dus we komen op een tweede plaats te staan in het algemene klassement op 1 minuut en 6 seconden. De derde plaats is voor Tim wel eens op 1 minuut 50. Dan de vijfde, stel op twee minuten. Dus eigenlijk al bijna één minuut achter ons. En dat is perfect, want we moesten ineens een top vijf halen. Ik was altijd aan de jongeren te denken, maar top vijf is ook goed als we dat halen. En, dus stel je voor dat we top vijf halen. Etappe zes is niet echt een etappe voor ons. En etappe zeven is een tijdrit. Dus we zijn sowieso zeker van die top vijf plaatsen. Normaal gezien laten we die twee retten overlopen en zien hoe het gaat. Oké, okay, de laatste rit. De vorige rit was dus gewoon een spurtersrit. We staan tweede. Dus zullen we zullen wel tweede blijven, zeker op 10 kilometer. Gaan ze geen minuut voor mij zijn, zeker niet met mijn tijdrit skills. Bam, dertiende plaats. A uh, la Philippe, ja, pakt ook hier nog wat secondjes. Maar alleszins, we worden tweede in het eindklassement. Dat betekent dat we naar de Giro mogen. En we hebben punten gekregen, maar ik heb uh, vrede naar te kijken. De dus Zwaar mogen we aan meedoen. Milaan-San Remo, ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix, de Giro. De Vuelta, de Espana. En dat gaan we dan ook doen. Ja. Eindelijk, dit wordt ons jaar. We gaan het rooster aanpassen. Ik ga kijken welke ritme ik dan moet skippen. Uh, om fris te zitten in de Giro en de Velta. En dan kom ik er zo terug. Voilà, het is allemaal klaargemaakt. Hè? De Velta staat ingeschreven. En de Giro staat ook ingeschreven. Ik heb hier dan... Um, de Tour of Romandie weggelaten. En vervangen er twee retten koersen dat we zeker fris aan de Giro kunnen starten. En ik ga mijn malken zoal opstellen dat we daar fris gaan zitten. Voilà, bevestigen. We hebben nu nog 91 punten over. Dat is niet al te veel. Maar um, dat is meer dan genoeg. En ik hoop dat jullie niet allemaal hebben genoten van deze. Eerste aflevering van seizoen 3 dat direct een succes is voor Velodriver. Die dat nu de Giro en de Velta mag rijden. Waar we voor die witte trui gaan. Oh, zo zalig. Hopelijk rijdt Ala Philippe niet mee in de Giro of in de Velta. We zullen wel zien. Anders moeten we misschien onze plannen toch wijzen voor de bolletjes trui. Maar zover zitten we helemaal nog niet. De volgende races zijn. De ronde van Catalunya en de... Uh, de PVL Vasco dat zijn de twee volgende rittenkoersen ik zie jullie dan bij aflevering 2 en tot de volgende keer have a nice day please like and comment zoals altijd